Koffiekoeken mee, broodjes, beleg, al die dingen. Is goed? Ja. Tot zo. Een goedemorgen vanuit Burg-Reuland. Duitsstalig gebied in België moet je zeker eens bezoeken. Het is een heel rustig en klein dorpje waar we zitten. En we zitten zo wat bovenop een heuvel. Uitzicht op de Burgt. Als je gisteren de vlog hebt gezien, dan op de ruïne van de Burgt natuurlijk. Dan weet je hoe dat er allemaal uitziet hier waar we zitten. We hebben gisteren een beetje de muziek luid gezet. Het was een leuk radiostation eigenlijk. Dat was een beetje boempapa muziek. En dat vonden we eigenlijk wat passen bij het moment eigenlijk. Bon. Ik ga nu naar de bakker. We gaan kijken wat de bakker nog heeft. Het is eigenlijk al... ik weet niet hoe laat het is. Hoe laat is het hier? Het is nu 10:00. We gaan kijken wat de bakker nog iets in voorraad heeft op dit uur. Het is ook een klein bakkerijtje. We zijn hier ooit al eens in deze omgeving geweest, dus ik weet het. We zullen zien. Hier ben ik zo net binnen geweest, hier in dit bakkerijtje. Dat was best nog een moderne bakkerij. Ze hadden ook tafeltjes, stoeltjes. Je kon er iets eten, iets drinken. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, want Jolien die zit nog in het huisje. Ik heb dus wat pistolets mee en lekkere koffiekoeken, nog wat beleg. En dat gaan we nu gaan opeten daar, hè. Lekkere koekjes, mama. Ja hoor, heel lekker. Heel goed gekozen, dankjewel. Ah. Kijk eens hier, mijn twee mannen zitten hier in de jacuzzi. Zonder bubbeltjes nog, hè? Zonder bubbeltjes. Eerst eventjes wennen, zegt hè? Ja. En zwemmen. Oh my. Hey, dat is hier zalig en het is hier lekker warm vandaag. Ideaal. Hé, jongens? Ja, hè? Is het leuk? Ja, mama. Dat mooie uitzicht, dat is echt fenomenaal, hè? Elba! Ja! Ja. Leuk, hè? De mannen van het goede leven. Zie je hoe je zit met twee. Hè? Twee goede in dan een keer de Belgische Ardennen. Wauw, hè? Ja. Ik vind het ook wel leuk, hoor. Ik ga hier ook bij een gaan en meegenieten met hun, hoor, want dat ziet er gewoon zalig uit daar. Hè? Als we onze vakantiewoning uitwandelen en we lopen gewoon het mini-stukje straat door, dan komen we eigenlijk aan bij de Burgt van Burg-Reuland. En dat is een hele mooie ruïne, een hele mooie oude Burgt. Ik heb die al zoiets eerder bezocht toen ik zwanger was trouwens. En die gaan we nu weer opnieuw bezoeken, hè. Een kasteelruïne, ja. We zijn er al. Het was wel bepaald 10 minuten lopen. Ja, dat is echt in de achtertuin, ja. Kan je wel zeggen. Waarom neem ik eigenlijk de kinderwagen mee? Dat is kei onhandig op die kasseien. Nu sta ik hier met een kinderwagen. In die tijd hadden ze dat nog niet, hè, kinderwagens. Nee. Dat was niet nodig dat we wegen voor waren gemaakt. Nee, was het nog paard en kar. Ah, ja. Kijk, zie. We zijn er. Allee, zie. Ja, wil je papa? Graag boven gaan zien? Het is een beetje eng, hè? Ja. Wauw. Nu gaan we in de toren, hè, Jules? Ja, leuk, hè? Oh. Ja, langs de raampje. Oh. Wat een mooi zicht. Kunnen we ons huis hier schieten? Even kijken. Ik denk daar. Hier logeren wij. Wat een fenomenaal mooi uitzicht hier. Gaan we eerst nog een foto maken, jongens? Ja. Hier, kijk eens. Hier zie je het centrum van Burg-Reuland. Kijk, zie je het allemaal? Ja. Mooi, hè? Ja. Wauw. Wauw. Het is toch wel heel mooi, hoor. Impressionant. Ze vinden het hier ook wel leuk, denk ik, hè? Waar ga je naartoe? En wil eens graag beneden gaan kijken. Dat is een beetje een moeilijke trap, hoor. Jules, daar is niets beneden. Dan de trap terug naar beneden. Wil je gaan kijken? De draak? Oei, oei, oei. Ben je niet bang? Oei, oei, oei. De draken in de kelder. Kijk eens daar, zit de draak. Zit daar. Ik zie hem, daar.
Donkere draak. Oh. Oh. Ik vind die toch maar niet, zeg. Oh, snel, snel weg. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Lopen, zo, lopen, lopen. Ren voor je leven. Heel terug. Kijk, de poort gaat weer toe. Het is een drakentemmer. Kijk, de poort gaat weer toe. Van de draak kan ons niet meer volgen. Draak, draak. Wat doet de draak? Kijk, je ziet dus de ruïne hier. En hier zie je al het bord van Chez Julie. Dan is hier omhoog en dan zijn we er. En je hoort op de achtergrond onze Jules wenen. Want hij is boos dat hij in de buggy moet en hij heeft er geen zin in. Dus ja, maar hij moet eventjes in de buggy, maar even hier gewoon bergop eigenlijk te gaan. En ook wat hij net aan de burg niet zo al te flink was. Maar zij springen wij wel vanuit hier in de auto. Want we gaan ergens ook nog lekker iets nog gaan eten. De vakantiewoning is vlak bij Luxemburg. Dus wij zijn tot met Luxemburg gereden om eventjes hier iets nog eigenlijk te gaan dineren bij de pizzeria. Ik had hun in Italiaans en ik had hier een hele goede recensie over gelezen. Dus daarom dat we tot hier zijn gereden. Goed zo. Heb je Peppa Pig mee? Goed zo. Je wordt geen grote jongen. Goed vasthouden, hè? Zo. Schattig, hè? Ze is heel trots. We zijn ja. Zit er mee weg, hè? Langs hier. Het is langs hier in die vin. Hier is ook een deur, maar daar is het niet. Is het... We eten weer eens. Hey. Yes. Lekkere pizza. Verse pizza, hè? Ik heb verse hier pizza. Zien maken. De keukens, hè? Ja. Ik heb een lekker stukje vlees hier besteld. Het was een hele leuke dag, ook een hele leuke avond. Het was echt gewoon kei tof. We hebben echt ook wel rustiger aangedaan. We hebben echt vanmorgen echt zo'n slow morning gehad. Nog lekker ontbijt, laat ontbijt gegeten. Dan hebben we ook nog allemaal samen nog best nog wel lang in de jacuzzi gezeten. Een beetje genoten. Dan nog allemaal nog ons eigenlijk ja, gewassen klaargemaakt. Nog mooi gewandeld, richting nog een keer daar nog eens de burg. Nee, het was echt gewoon een hele toffe dag. Echt zo heel erg rustig allemaal. En dat is ook wel een keertje fijn. En eventjes gewoon ja, genieten met ons gezinnetje. Nu ligt onze Jules in bed. Hij slaapt nog wel niet. Hij is nog wel wakker. Jeno is er ook bij om hem een matje nu momenteel te steken. Ik heb hier dezelfde mom duty als ik thuis heb. Allemaal speelgoed op te ruimen. We hebben een heel grote speelgoedkoffer mee van onze Jules. Met daarbij al zijn favoriete speelgoedjes. Die moet ik nog even opruimen. En ze hebben hier ook nog een speelgoedmand die hier al stond. Met allemaal speelgoedjes dus die onze Jules dus nog altijd niet eigenlijk kende. Dus wat dat kei tof wat er allemaal nieuwe speelgoedjes waren. Daar heeft hij ook al heel wat ook wel mee aan het spelen geweest. Dus ja, ik ook nog even terug, even ook nog wat sorteren. De dingetjes van ons in onze koffer, dingetjes van hier, terug in deze mand. Het was in ieder geval echt een hele toffe dag, een hele leuke avond. En nu ook nog een hele toffe nacht. En morgen is er dan weer een nieuwe dag en ook een nieuwe vlog. Tot morgen!